Oké, mensen, het is tijd om de FOP te bouwen bij de Craftmaster. Ik heb alle spulletjes al een beetje voorbereid, volgens mij, als ik het niet verkeerd heb. Met alle turrets en ammo en zo, weet je wel. Oké, nou, dan gaan we even naar de Craftmaster toe. Dan gaan we daar even lekker aanvallen. Aanvallen nog niet, maar we gaan eerst even de FOP bouwen. Even allemaal shards meenemen. Dan kunnen we nog even Moza door laten klonen. Dit is de good shit. We hebben er eentje gekloond, maar die is een beetje laag level. We hebben ze doorgeleveld, de Moza's. Dus die moeten we even opnieuw gaan klonen en die ene moeten weer even gaan levelen. Je weet hoe het werkt. You know the drill, man. Dat is deze joekel. Die is gekloond. Maar Keesje is de big boss. Keesje is de Mosasaurus die je wil hebben. Alleen, moet je eens nagaan. Keesje heeft een lage HP-stand. 19 punten in HP en heeft 55k totaal HP nou. Dus dat is knetterziek. Dus als we deze een beetje doormuteren, of de, gewoon de goede HP-stad al gaan imprinten, dan hebben we letterlijk Mozas van 100k HP of zo, weet je wel. Dus dat is knetterziek. We doen hier even de shards in. Hop. Dan gaan we Keesje nog een keer klonen. Keesje is opper Moza van ons. En dan gaan we nou even naar de Craftmaster toe. Nemen we onze boot mee? Of laten we dit even een verrassing? Ja, de boot is eigenlijk part of the fob. Alleen, die boot staat er heel gevaarlijk, omdat je er van die gekke walvissen hebt. Die walvissen die in één keer random een boot aangevallen, weet je wel wat toen gebeurde. Dat was echt super raar, gast. 90, 70. Kijk, daar heb je weer zo'n walvis, zo'n bootslayer. Oké, dan zou het hier ergens moeten zijn. Ah ja, hier is het al. Cliff platformen. Ik heb ook echt maar twee gemaakt en meegenomen. Dan weet ik alleen nog even niet wat een goede angle is om aan te vallen. Ik denk van boven is denk ik, is that a way to go? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ik denk ook omhoog wordt gecatcht door die tech turret als ik vanuit boven kom. Au, 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 au. Oké, ik wou zeggen, nog een knetter. Ik ging dood hier. Nee, dat is te close bij foundation and gate. Hier nu iets neerzet. Au. Maar dan zet ik toch ook al lijphard in turret range, of niet dan? Dit is gewoon een soakspot wat ik nou heb gemaakt. Nou, hier kan ik gewoon flink soaken, gek. To close enemy gate or foundation. Oké, nou dan moeten we deze generator een beetje meer stoppen. En ik denk wel dat we vanuit deze kant gaan aanvallen. Hier hebben we iets meer die pinch. Oké, hier kunnen we een generator neerzetten. Oké, dan doen we daar even de element in. Activate power. Nou, dan zetten we hier ook even turrets omheen. Een paar. Niet veel. Dat het in ieder geval maar een beetje verdedigd is. Of ik kan even wat foundations. Foundation moet ik ook even neerzetten hier overal. Vooral erin. Hoppa, kijk. Nice. Zetten we hier een turret neer. Turn on. Hoppa. Turret options high. Ja. Dan doen we even turrets op player only. Dan zetten we hier nog even een turretje neer. Dan hebben we die pilaren. Zo, en de ceilings. Kijk, als we dit haak hebben staan, dan komt er gewoon niks meer in de buurt. We moeten gewoon van twee kanten een beetje verdedigen hier zo, rondom. De shards erin, hop, hop. Die erin, zo. En dan hier aan de bovenkant ook nog even op de ceilings. Oké, dan staan hier nou de een en andere turrets. Dat zijn er niet superveel hoor, maar dan kunnen we even kijken of we hier een beetje naar voren kunnen gaan. Dit is wel tricky. Deze staan te dichtbij. Hoezo kan ik deze hier plaatsen dan? Dat is wel ziek. Maar dat betekent ook dat het nou wel moeilijk is om dit te verdedigen voor mij, snapte? Even kijken of ik hier op de grond iets neer kan zetten dan. Hier kan ik iets kwijt. Nee, ik heb zo'n gevoel dat hij, de Craftmaster, zeg maar wel heel makkelijk mijn cliff dadelijk eronder uit kan blazen met C4. Ja, vanuit die kant kan dat heel makkelijk zelfs. Dus dat is een probleem. Maar misschien denkt u daar niet aan. Hoop ik. Dan heb ik daar iets meer kans. Ik zet hier even twee turretjes neer weer. Kijk, dit wordt denk ik wel de angle waar ik ga soaken ook. Dit is dichtbij. Dichterbij kan ik niet. Dan moet ik even kijken waar ik nou mijn andere platform neer ga zetten dan. Want dit moet misschien een iets veiliger platform worden. Iets hoger eventueel. Dit kan ik wel doen. Dan kan ik misschien vanuit boven toch die andere platform nog verdedigen, snap je? Dan gaan we hier even die pilaren opzetten. Au, 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 au. Oké, ik zit hier meteen al in turret range. Ik kan volgens mij ook helemaal geen map roes gebruiken onder water. Oh, dat wordt een interessante raid, man. Ik ben benieuwd hoe dit gaat. Eerlijk, dat wordt wel moeilijk, man. Deze is ook gedamaged. Oké. Turn on. Moet ik nou omhoog gaan? Word ik geraakt, denk ik, door de turrets of niet? Oké, dat kan dus niet. Dus moet ik hem toch hierop zetten, op de rand gewoon. Boel is erin. Ik doe, ja, dat is wel goed. Ik weet niet of ik hier onder de wel bij kan. Auw, ik word weer geraakt. En dan doen we het hier maar gewoon even op de bovenkant neerzetten nog. Dit is een hele schufte fob. Maar we moeten het er maar even mee doen. Ik weet ook niet zo goed hoe ik deze moet gaan bouwen, man. Dit is mijn eerste keer en het is allemaal onder water.
En ik heb het koud, ik ga bijna dood. Ik moet een mapbroes kunnen gebruiken nou. Oké, ik hoor een hartslag. Ik moet even snel omhoog, man. Ik moet echt healen. Fuck dit. Oh, dit wordt moeilijk. Het is koud. We hebben geen zuurstof. Wat moeten we doen dadelijk? What the fuck? Ja, sowieso die boot hierboven zetten. Dat is één ding wat zeker is. Oké, nou, even snel zoepen. Joep. Dan hebben we nog 3 tech turrets en 5 heavy turrets over. Of 2 heavy turrets over, sorry. Even kijken of die daar ook gewoon neer kan zetten. Misschien moet ik toch al mijn boot gaan halen en gewoon erboven zetten. Moet ik dat doen? Alleen die walvis, ouwe. Die walvis zijn echt heel naar. Maar dan moet ik gewoon even de turret aan de onderkant goed zien te vullen. Zodat hij alles neer blijft schieten wat hij tegenkomt. Of zou ik dat... Nee, dat doe ik pas op het moment zelf. Dat is beter. Oké, daar gaan we weer. Nou, de turrets staan hier wel al mooi verspreid. Zo is het... Hij kan in ieder geval niet heel makkelijk meer gewoon mijn cliff platform opblazen. Alleen die onderste dus nog wel, I guess. En dat is misschien een probleempje. Maar aan de ene kant maakt het ook niet superveel uit als die weg zou zijn. Maar je moet er wel superveel C4 plakken, wil je die opblazen. Ik kan hieronder misschien nog iets. Ik kan misschien wel iets naar voren pushen nog. Oh ja, dan moet hij niet half in de berg gaan staan natuurlijk. Nee, dat ga ik niet doen. Helaas. Ik moet het hier maar mee doen met wat ik nou heb. Ik denk dat ik deze turrets... Ik hoef ze niet per se te plaatsen, weet je. Veel dichterbij kom ik ook niet meer echt met mijn turrets nou. At the moment. Ja, je ziet ook de turrets in area. Kijk dit. 50 turrets in area. 60. Oh man. 66. 68. Oké, er staan hier zat turrets binnen dus. Daar moet ik voor uitkijken. Oké, ik heb dit stukje gekleed met foundations. Dit is voor mij nou. Dit is allemaal too close. Dat kan niet. Dit kan wel weer. Dit is ook allemaal too close. Oké, nou even de boel een beetje inbouwen zo. Oké, dan kan ik hier nog wel een turretje neerzetten zo. Nou, dan hebben we die angle ook gecoverd. Dan hebben we eigenlijk best veel angles al gecoverd, toch? Hier nog een pilaatje erin knallen. Dan zetten we hier even een ceiling op. Hier nog even één turretje op zo. Hop. Iedereen, turn on. Ik weet ook helemaal niet of de Craftmaster thuis is en nou trouwens. Wat ik misschien wel kan doen. Allemaal too close. Dat heeft ook geen nut. Ik wil eigenlijk boven de baas een beetje gaan bouwen of zo. Maar raam die woorden, denk. Range high, zo. En dan hebben we deze tech turret nog. Die proppen wel even ergens tussen. I don't know. Dan zet ik misschien wel gewoon even hier neer op de grond. Just to be sure, weet je wel. Zo, dan doen we ook de shards in. En dan zijn we klaar met de FOP. Alleen moeten we nog even bij de boot onze kluizen en zo neerzetten. Hebben we die bij? De vals heb ik bij. Jazeker, nice. Maar dit staat wel even secure, denk ik. Dat kan ik wel even achterlaten. Ik moet sowieso alle voorbereidingen doen voor spullencraft en al die shit. Allemaal vlaksetjes. Die liggen denk ik allemaal nog in Genesis. Maar ik kan misschien ook wel nieuwe craften. Ik heb de blueprints niet hier, denk ik. Ik weet het niet. Ik ga naar mijn boot in ieder geval. Kijk, dit ook mijn techvis gebruiken. Al die beams in één keer aan de zijkant hier links. Oké, onze motorboot. Kluisje erop. Waar zit de deur eigenlijk? En nog een kluisje erop. Die kunnen we lekker vullen met allemaal shit. De bedden staan erop. En dan kan die in principe ook bewegen. Alleen die teleporter. Hey, Keesje clone is klaar. Nice. Heel goed. We hebben alleen een teleporter nodig. We hebben hier een tech generator. Dus er zou in principe een teleporter op kunnen staan. Ik denk wel dat het ziek is om hier een teleporter op te zetten. Trek mijn kluis in Genesis wel even leeg voor de spullen die ik nodig ga hebben. Ja. Dan moet ik even sowieso deze shards wegdoen. Ik vind zo naar dat element niet getransferd kan worden. Normaal. Hello, I'm HLNA. Hello, I'm HLNA. Oké, ja. De massieve Genesis basis. Epic. Hier kunnen we wel even iets... Wacht, we hebben nog een tech teleport hier buiten staan volgens mij. Die kan ik dan ook wel even meenemen, net zo goed. Dat is hier, als het goed is. En dan jumpen. Ja, ik hoop niet dat hij gedamaged is, anders kan ik hem niet meer oppakken. Nou, dan moeten we even al die kluizen gaan plunderen die hier staan. Want volgens mij zaten er heel veel vlaksetjes in van de Craftmaster 1 nog. En dan gaan we diezelfde vlaksetjes gebruiken tegen de Craftmaster. Kijk, tak, 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 tak.
Tak. Deze heb ik allemaal geloot van de craftmaster. Helm. Tak. Je hebt een helm trouwens, een helmskin dat je onder water kan ademen, man. Leggings, ja man. Fuck. Welke was dat ook alweer? Die heb ik een keer van Rudy gekregen. Oké, nou, dan hebben we standaard kitzooi. Techzooi moeten we hebben. Misschien wat tech rifletjes nog een goede. Hop, meenemen. Tech vuisten zijn allemaal al kapot. Moet ik even repareren. Tech generator extra, waarom ook niet. Tech grenades heb ik hier ook nog. Saddles. Heb je hier nog Moza? Moza Sour 85. Ja, neem het wel even mee. Maar we hebben ook nog heel veel Ascendant Rack saddles. Hè. Dat is wel ziek. Golems kan ik sowieso niet gebruiken hier. Heel veel stego-saddles, maar die stego-saddles neem ik ook nog even mee voor de zekerheid. Een paar goede. Explosieven. Hebben we nog explosieven? Hop, raketten hebben we knetterveel. Rocket launchers een paar, neem ik ook wel even mee. En de wapens plus ammo, sniper. Ja, we kunnen toch niet schieten onder water, maar compound bow. We moeten hebben van compound bow en tech bows, man. We gaan een compound bow meenemen hier. Maar dan moet ik nog wel even metal arrows, ja wel wat kräften, ja. En een giga-saddle, nice. En ja, die zwaarden, ja, kan ik meenemen, I guess. Netgun, werkt een netgun onder water? Want als die niet onder water werkt, dan is het wel heel chillen. Maar ik denk wel dat die werkt onder water, eerlijk gezegd. En dan hebben we alle spullen bij elkaar geraapt die we nodig hebben. Zeker, ik vind een dik man zo'n boot. Van die piratenschip hier. Nou, dan doen we hier even al die standaard kitzooi in. Er zijn die spyglasses, er zijn die grapples, harpoon launchers, zo, die netten. En was dat het? Dat was het denk ik, hè. We doen ook gewoon alle vlak hierbij. Vlak! Bleh. Hoppa, vlak erin. De wapens doen we al in een andere kluis en doen de saddles ook gewoon hierin. Wapens in deze kluis rechts. Een explosieve C4 115 en dan heel veel rocket launchers met die raketten. Zo, tech generator doen we er ook al even bij. Just for fun. Dan moeten wij nog een paar extra turretjes hebben. Mochten we een keer naar voren kunnen pushen, dat zou wel ziek zijn. De tech teleporter zet ik even hier neer. Hoezo is deze unpowered? Is dat letterlijk een tech generator of ouwe? Ouwe, hoezo is dit unpowered? Wat gebeurt hier? Is dat ernaast, gast? Dat vind ik raar. En daar trouwens staat ook gewoon nog een tech generator. En ik sta ook in die range. Oké, bootje. Let's get it. Wacht. Nee, deze gaan we nog niet neerzetten trouwens. We wachten even totdat we ook daadwerkelijk gaan reden. Ik vind het wel raar dat deze teleporter unpowered is. Dat vind ik ook heel irritant. Ik wil kunnen teleporteren naar mijn boot. Maar het werkt gewoon niet. Mijn turrets zijn wel allemaal gepowered hierdoor, maar... Ja. Oké, nou ja, het is wat het is. Dan gaan we nog geen teleporter opzetten, helaas. Dan moet het hebben van deze teleporter hier. We hebben nog meer dingen nodig voor de raid. Ja, alle dino's moeten sowieso nog klaarzetten. Cryopods en al die zadels van die carbonimussen, die gaan we even fixen. 30 cryopods, even allemaal craften. Want nou kan ik niet zomaar even die carbonimussen teleporteren. Dat is wel jammer, man. En die stego's ook niet. Ik wil eigenlijk nog wel even testen of ik misschien kan zwemmen met mijn stego's. Als ik kan zwemmen met mijn stego's, dan wordt het leven wel makkelijker gemaakt, man. En dan gaan we even de materialen meenemen, een beetje. Dus denk aan metaal. En denk aan metaal, hide en fiber voor vlakreparaties. Oké, carbonimus. We hebben best wel carbonimus saddles, dus dat is oké. Ik ga ze nog niet saddelen. Ik laat ze allemaal zonder zadel gewoon in de cryopod straks. Ik weet niet of ik dat nou al doe of op de dag van de raid zelf. Want ze moeten eigenlijk nog een beetje levels hebben en misschien nog healen. Stego saddles nemen we ook even mee. Ik neem wel vast even een stego mee in een cryopod. Zodat we die kunnen testen of die niet zinkt. Of dat die wel juist zinkt en adem kan halen een beetje onder water. Dat zou ook wel lekker zijn. En hier heb ik een paar stego's staan nog. En ik heb nog heel veel gekloonde stego's in Genesis staan. Die kan ik ook nog meenemen. Ja, deze sowieso. Dit is een gekloonde. Alleen met Genesis heb ik er nog echt veel meer. Veel meer. Dus misschien dat ik toch nog even op en neer ga naar Genesis weer om die stego's op te halen. Golems kan ik niks mee. Reaper kan ik niks mee. Basilisk kan ik niks mee. Hello, I'm HLNA. Hi, Schmoel, HLNA. Het is goed geweest. Stop maar praten.
Oké, nou. Al deze stego's die hier staan zijn ready voor de battle. En dat is hartstikke mooi. Komt u maar. 268, 52 HP. We zitten op 56 HP. Maar we willen 60. Eigenlijk weer nog meer. Eigenlijk lijkt me heel grappig om 100 HP stego's te hebben, wist je dat? Maar ja, dat zit er nog niet in, denk ik. 100 HP, dat is haalbaar sowieso. Maar ik ben benieuwd hoeveel HP die dan daadwerkelijk hebben, de stego's. Als je 100 HP stego's doet imprinten, dan heeft het natuurlijk ook superveel base HP al. Dus ik denk dat je sowieso 120k gaat hebben ofzo. 120k HP op een stego. Dat zal wel echt heel grappig zijn, ouwe. Als je 120k HP op je stego hebt, dan lach je toch kapot. Je zijn niet meer kapot te krijgen dan. Een beetje klonen zo, hoppa. Maar dan zijn ze ook wel zeker level 300 al die stego's. Een Uber Peter eetje zou ik die ook nog meenemen of... Het is misschien niet heel verkeerd een Uber PT om bij te hebben. Als we meer nodig hebben, dan halen we het wel. Deze Uber PT is ook al bijna level 300, zie ik. Fiber heb ik veel nodig. Fiber. Hide en metal. Metal en hide. Hide. Zo. Oké. Ik heb misschien ook een beetje gunpowder meenemen nog. Nee, denk ik niet. Niet heel veel. Maar ja, het is wat het is. Dan gaan we nog even een Schmitte maken. En een fabricator nemen we ook even mee. Die zit ook even op de boot. De craftmaster. Aha, neer. Oké, motorboot. Wat een ambitieus project dit. Kom weg. En dan hebben we de fabricator nog ergens staan. Waar is die unit? Heb ik mijn fabricator nou niet meegenomen? Ligt hij nou echt nog in die basis? In de frickin... Moet ik nou echt terug TP'en voor die fabricator? Ja, fabricator. Oké, nice. Oké, die zetten we even hier langs, zo, langs de deur. Right, dan kunnen we die ook gebruiken. Doen we hier even alle materialen, doen we trouwens in de Schmidt, hé. Zo, oké, nice. Dan hebben we deze kluis nog, die moesten we nog vullen met wapens, ja. Ja, ik heb niet echt wapens, niet bij in ieder geval. De zadels, oké, gaan we eerst even proberen met zo'n stego dus, of die kan zwemmen, ja of nee. De stego gaat onder water. De stego gaat flink onder water, maar hij heeft wel oxygen. Zie je, 630 oxygen, dus je hebt niet heel veel tijd. Maar je kunt hem rocken runnen, alleen dat is wel echt vieze suicide, ouwe. Je hebt ongeveer de tijd van één biertje. Oh ja, dan moet ik ook nog even halen, biertjes. Ja, op zich, het gaat wel. En als je afstapt, dan gaat hij automatisch omhoog. Oké, dat is ziek. Nou, je kunt hem laag zwemmen, rocken runnen en iets betekenen, denk ik. Alleen dan moet ik een gekruipotte saddle dino, dat zou wel heel chill zijn voor dit, denk ik. Ja, deze is nou gesaddled. Alleen nooit gedacht om die dingen op oxygen te levelen natuurlijk. Tech, boog, zwaard, een pumpy. Ja, op zich hebben we wel wat spullen al hier liggen hoor. Dit is niet verkeerd. Structure is nooit verkeerd. Nou ja, dan hebben we op zich wel de spullen ready voor de raid, denk ik, of niet? Ja, ik denk het wel. We moeten misschien alleen een beetje smantic paste in de rij leggen en dan zijn we wel ready, I guess. Kijken we nog even één keer door de wapendingen heen van ons. En dan misschien kunnen we nog iets vinden. Waarom is mijn techsuit geglitcht? Maar ja, ik moest jullie dus eigenlijk ook nog iets laten zien van de Craftmaster. Ik ben mijn slipper kwijt. Maar dat is voor nou eigenlijk niet heel interessant. Er zitten een artifact caves. In meerdere artifact caves zitten dus turrets van de Craftmaster. En dus ik weet niet zo goed wat er allemaal gaande is. Maar die turrets moet ik even wegblazen nog een keer om te kijken wat er gaande is. Maar dat staat nou niet op de prioriteit. Eerst staat op de prio om Rudy te bevrijden. En dan staat op de prio... Dus de bosses doen. Dus daar heb ik dan weer die artifacts voor nodig. Dus ik moet dan die turrets toch wel op gaan ruimen. Hey, wacht eens trouwens. Kan ik niet... kan ik die teleporter niet onder water neerzetten op een cliff platform? Oké, laat ik die nog even checken of dat gaat. En als die daar dan staat, dan kan ik er misschien wel iets mee. Dan kan ik in ieder geval onder water TP'en. Al is het voor zuurstof. Maar waar heb ik mijn teleporter al liggen? Teleporteer. En dan gaan we hier even weer teleporteren. Skut. En dan zetten we hier even de cementing pastejes in. Cementing paste. Die. Oké, nou dan gaan we snel naar plaats de licht. En dan ga ik even kijken of ik hier bovenop een teleporter kwijt kan. Is powered? Hij is powered, oh mijn god. Ik kan hem niet in mijn boot zetten, maar wel onder water. Nee hoor. Kijk dit. Ik moet hem wel even onder water noemen, want... Wat goed. Nee joh. Yo, trouwens, dan kan ik gewoon mijn onderwater dino's TP'en. Oh, dat is wel dik. Hey, legit. Hoppa, heel ziek.
Nou, dan zijn we op zich wel ready voor de raid. Nou, Breed achter kunnen even kijken bij de stekers of er nog iets wilds gebeurd is. Ik ben bang voor niet. Kunnen deze allemaal kietsen? Ze kunnen wel kietsen hier. Maar dan moet ik nog een 56 mail hebben. Maar het is zonde om deze nou niet te laten kietsen allemaal, deze females. Mail. Moet ik hem even uit de propagator halen. Maar we hebben, is dit legit de enige 56 mail die we hebben? 56 mail. We hebben hier nog een 56 mail. Deze unit, die is... die heeft minder levels. En ik wil eigenlijk ook een beetje die levels upgraden. Deze 199. En deze unit... Ja, deze zijn toch allemaal aan het recoveren nou. Dus ik kan net zo goed even mijn 56 pikkenbaas eruit halen. En die gewoon laten breeden. Ik heb geen stego-saddle bij. Zie je eerst nog een dino met een stego-saddle toevallig? In die 56? Ja, fuck it. Dan maar zonder stego-saddle. Ik weet alleen niet of deze nou op enable mating staat. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. En dan gaan we even snel die mutaties erop gooien. En dan hoop ik dat we nou wel een 60 HP stego eruit krijgen. Tak, tak. Tak, tak. Create mutation, kom op. Een pikkenbaas, dan zet ik jou op meting. Enable meting. En heb ik mijn zweepie? Goed, ik heb mijn zweepie niet bij. Ik moet even snel mijn zweepie halen hier. Pim, 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 pim. Teleport. Oh, ik heb hier nog allemaal zweepjes. Oké. Okay. Oké, okay, pikkenbaas. Hoppa, daar ga je. Oké, okay, dan heeft hij hier overal mee gebrieën, denk ik. Deze, dit zijn ook nog vier mails. Behavior, enable meting. Nou, die kan ook nog flink, baby. Hoppa. En deze, oh. Hier is er nou ook baby mee. Nou, pikkenbaas, dan kan je weer even op disable meting. En dan kijk ik even wat van eitjes we hebben gekregen nou. En hopelijk hebben we een 60 HP. Kom op, man. 56. 52. 56. 52. 56. 52. 56. 52. 48. Wat? Yo, Jay, wat is dit, man? Wat zijn er van kutstats, ouwe? Ja, we kunnen de 214 mail wel gebruiken gewoon voor het level, maar... Dit is zo slecht. Ah, godverdomme. We krijgen maar geen HP-stat, man. Dat is echt heel vaag. Maar goed, mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken in ieder geval. En in de volgende aflevering gaan we stappen maken naar de Craftmaster. Wij gaan de aanval starten, jongen. Hoppa. It's the Gucci. Thanks voor kijken en bye-bye.